Guido. Dit is even een nieuw segment wat ik vanaf nu elke zondag ga doen. Elke zondag ga ik even bespreken wat ik in de afgelopen week qua video's heb geüpload. Op maandag kwam mijn 100 subscribers bedankt vlogje online. Dit was even een korte vlog om te vertellen dat ik jullie heel erg dankbaar was voor het krijgen van 100 subscribers. Op dinsdag dacht ik, kom, laat ik weer eens lekker Happy Wheels gaan spelen. Dat zal vast wel goed gaan, want in de vorige video was het zo lekker gegaan. Ik kreeg victory na victory. Ik heb zelfs zo goed gespeeld dat Happy Wheels eigenlijk niet meer had moeten bestaan. Maar nu ging het mij toch niet zo heel goed af. Op woensdag had ik mijn nieuwe Galaxy S7 Edge gekregen. En ik dacht, kom, laat ik een unboxing maken. Dat is helemaal goed gegaan. Ik heb een mooie unboxing gemaakt. Op donderdag had ik weer een nieuwe Megablok video. En ik woon in een flat, dus ik moet elke dag de trap oplopen. Eigenlijk niet, ik ga met de lift. Maar goed, ik zou elke dag met de trap moeten kunnen gaan. En ik dacht, wat nou als die trap veel groter is? Dat je in één stap in één keer boven bent. Dus ik dacht, ik maak een enorme blokstenen trap. Op vrijdag speelde ik Valiant Hearts, The Great War. Waarin Carl bijna thuis is. Hij is praktisch thuis. Alleen de Fransen, die hebben gasbommen erop gegooid. Dus dat is niet zo mooi. Carl is thuis, maar hij weet niet of zijn vrouw en kind nog leven. Toen op vrijdag in Papers, Please Georgie weer Arsatzka binnen probeerde te komen, dacht ik dat het hem eindelijk zou lukken. Maar toen keek ik naar zijn paspoort en zag ik dat die niet bepaald echt was. Oké, mensen, dit is even in het kort wat er de afgelopen week is gebeurd op mijn kanaal. En dit ga ik dus elke week doen en in de beschrijving zullen elke link staan naar de video die ik behandel. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Video's staan in de beschrijving. Zodat je even snel en makkelijk nog terug kunt kijken. Of als je een video hebt gemist, die video überhaupt nog kunt gaan kijken. Maar goed, ik bedank je dan wel heel erg voor het kijken van deze korte video. Ik zie je weer in de volgende video. Ciao. Hallo mensen, welkom in deze nieuwe vlog. Het is nog niet zo heel lang geleden sinds de vorige vlog. En het komt omdat wij /jullie ervoor hebben gezorgd dat ik op 12 maart 100 subscribers heb gehaald. Ik ben jullie allemaal hier heel erg dankbaar voor. Want ik had natuurlijk wel gehoopt dat ik ooit groot zou worden. En ja, ik weet dat 100 subscribers is niet zo superveel. Maar ik bedoel, ik had gehoopt dat ik